Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Voetbalfit. Ik ben Matthijs. Ik ben Ryan. En wij gaan vandaag de anabole challenge doen. Dat houdt in dat wij alles gewoon op 100 gaan zetten. En waar gewoon ik maar mee bezig ben. Waar hij mee bezig is. Dat betekent dat allemaal rare dingen erin krijgen. Dat iedereen een beetje snel gaat rennen. Of weet ik het wat je allemaal krijgt. Dus dan gaan we kijken dan wie dan de betere is hierin. Ryan of ik. Ja, alles gewoon op hartstikke hoog. Ik ben benieuwd wat je krijgt. Ja, zo schiet je de bal keihard of schiet je de keeper door het doel? Zijn we er al of niet? Nee, nog niet. Krachtmeter. Fouten bij bal aanname, 100%. Nou, we gaan nou een willekeurig team doen. Niet met vierkantje, we gaan gewoon dat je deze helemaal in moet drukken. En dan telt er één af. En die zegt stop. Ik ga naar links. Ja, ik ga naar rechts. Oké. Okay. 3, 2, 1, los. Elf, kan nog. Heb ik competitie? Nee. Jij? Ik ook niet. Oké. Ik ga naar rechts. 3, 2, 1, los. Oh, Club Brugge, dat is prima clubje. Ja, ik ben Sarpsborg 08F. Ja, 2 sterren. Nou, we gaan gewoon beginnen. Gaan we allemaal heen? Ik ben benieuwd. Ik ook. Wat er gebeurt allemaal. Maar het gaat er echt niet uitzien volgens mij, man. Kijk dan hier zo heen. Oh, is niet normaal. Hier nu al geblesseerd. Jemig, wat is dit dan, joh? Hij is al geblesseerd. Hey. Wat is dit dan, joh? Hij is al geblesseerd. Hier, doei. Hij is al gelijk. Ja, niet erin. Gelijk geblesseerd. Hier, ga door. Jemig. Wat zijn we aan het doen dan? Volgens mij, hier ook. Ik wil wel een bal terug. Kijk, jij peert hem helemaal. Oh, ik val wel mee. Dat doet echt erg, man. Die blessuregevoeligheid staat op. Op! Oh! Blessuregevoeligheid staat op 100%. Ja, dit wordt echt heel. Kijk, iedereen rennen dan. Ja, dat is snel. Dit lijkt net allemaal dat het versneld is of zo. Oh! Kijk, dit gaat nog wel. Nee. Hey, er is weer iemand geblesseerd, zie je? Weet ik niet. Hier, ze kunnen allemaal niet schieten. Ze kunnen ook allemaal niet schieten. Kijk, er ligt er een bij jou. Oh ja. When? Hier, ze kunnen ook allemaal echt niet schieten, want dit wordt echt. Hier ook. Jongen, je kan niet eens Oh! Hier! Dus ze schieten er allemaal helemaal mis. Dit is niet te doen, kijk. Dit is van mij alweer één geblesseerd. Dat is hilarisch, jongen. Je kijkt al! Oh! Ja, maar dit is. Hier, oh! Schiet ik hen hier niet, kijk. Hier! Kijk! Oh! Yes. Gelijk geblesseerd, hoor. Hij is dit is echt erg, man. Iedereen straks kan je niet eens meer missen. Dan blijft iedereen geblesseerd. Het is een oefenwedstrijd, dat kan het toch gewoon. Is het zo? Weet ik niet. Hier, ze kennen geen eens ballen geven. Het is echt. Hier, geblesseerd. Hier, dit is echt hier, ook al weer geblesseerd. Om de minuut is er iemand geblesseerd. Oh, jongens. Dit is echt grappig, man. Ik vind het echt leuk. Ga Engels er wel in brengen. Zou die ook Engels zijn? Hier zijn 7 minuten bezig. 7 minuten bezig, 4 blessures al. Dit is echt erg, man. Ja, dit is echt. Ja, oh! Ik wil allemaal wel bij komen. Ja, hoe moet dan? Ik ken helemaal niks. Je gaat. Oh! Dit is echt gewoon niet hier. Echt niet te dit. Dit is al grappig, man. Ik vind het echt grappig. Ik vind het echt cool. Han, even. Het is nog erger dan die video van Craig Boys. Hoppa! Hier ook. Kijk die curve ook, hè? Ja. Ik wil echt niet weten, man. Penalty! Is zo? Dat weet ik niet. Rood! Ook dat nog. Ook nog eens rood. Geblesseerd. Dit schiet die hard. Dit gaat over, jongen. Hè? Oh nee, van me wel mee. Ja, ik druk ook 2 keer, hè. Misschien daarom. Nou. Ja, denk je echt dat je gaat scoren? Nou, ik heb gehoord dat die anabole challenge allemaal goede dingen moet doen. Niet alles hartstikke slecht. Dus dan gaan we nou even verbeteren. Een gemiste schoten, wat is dat? Is dat goed of slecht? Een foutieve basis. Oh nee. Die moet wel op 100 blijven, die snelheid schoten. Vind ik te hard. Ja, die gaat naar 0. Dat is echt een drama, joh. Gelijk al, de eerste schot. Nou, dat was het. Nou, we gaan weer verder met een andere wedstrijd. Dan gaan we weer verder. Ik zie iedereen hier rennen, let op. Max Verstappen is niet eens zo snel. Jij helemaal met je Club Brugge. Hier! Oeh!
Ik wist wel dat je het kon veranderen, maar ik heb het nooit gedaan. Ik ook niet. Keeper krijgt het nou lastig, jongen, allebei. Zo! Die gaat terug naar Nederland, man. Als iemand die op zijn kop krijgt, jongen. Zo. Die schoot, die zou maar in het echt zo hard kunnen schieten. Ja. Dan zou iedereen aan de kant gaan, man. Ik zou ook... Ja! Hè? Wat? Buitenspel, denk ik. Of overtreding. Hè? Ik weet het niet, man. Ik ook niet. Aanlag halen. Ah, joh. Jullie zien het straks zelf. Nou, scoor je wel. Nee. Corner. Ik ga hem gewoon neerleggen. Die kopkrachten zijn toch zo hard. We hadden toch aannames, Ja, maar weet je wat, die bal aankomt. Ja, natuurlijk. Ik ga gewoon schieten. Oh, ja. De spelers zijn van mij al leeg, man. Oeh. Ze zijn al zo snel leeg. Nou, vind je gek dat je snel ze rennen. Dit blijft echt ook zo'n 0-0 bij de tijd. Die keeper, jongen. Ja, ik scoorde, maar die telde niet. Nee, ik weet ook niet waarom. Nou. Zo! Dat lijkt mijn volley wel toen op de lat, jongen. Ja, de keeper is er zo bij, man. Ja, je moet gewoon een dubbel tap doen, denk ik. Om normaal te kunnen schieten. Die schieten ze wel gewoon normaal. Je moet wel verlengen, hè. Straks krijgen we allemaal penalties, man. Dat ja, het was een lachen, joh. Gaat dit nou ook zo hard? Ja, denk het. Oh. Rood. Oh. Goed. Zo! Zo. Oh, Ruud Vormen. En dan krijgt hij nog geel eerst ook, hè. Moet je kijken. Oh, hij krijgt rood. Ja, weet ik, maar hij krijgt eerst geel. Moet je kijken, dan. Direct nee, rood, man. Opnieuw kijken. Jemig, kijk dan. zo is het nog sneller natuurlijk. En harder. Ja, we gaan verlengen. Oh, hey. Helemaal niet. Het is wel raar, jongen. Ja, ook al die goal van mij, die niet telt. Ja, we gaan zo even kijken. Kunnen ja, ik wil ook die ene. Kunnen we nog? Oh nee, doen we daarna wel. Of niet? Gewoon klassiek, toch? Ja. Joh. Gaan we gewoon weer verder. Volgens mij, ik ben benieuwd of die penalty wel normaal doet. Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik denk het wel, maar ja. Kijk die aanname dan, jongen. Sloos. Helemaal sloos. Ik heb nog nooit zo'n raadpotje gespeeld, hè. Hier kun je echt gewoon niet mee scoren. Blijf gewoon 0-0. En waar doe je thuis ook een keer? Ja, echt wel. Ik moet echt een keer doen, een keer lachen. Ja. Oh, ik heb aanval, man. Ik hoop dat penalties wel gewoon normaal zijn, hoor. Ja, maar ik denk het wel, eerlijk gezegd. Zo. Ja, penalty! Nou, we kunnen gelijk kijken. We kunnen gelijk zien. Oh! Penalties zijn in ieder geval normaal. Ik ken het echt geen penalty nemen zonder penalty. Ik moet maar gelukkig zijn de penalties gewoon normaal. Ja. Dan hebben we nog een kans. Ik ken echt niet, man. Het potje staat echt nergens op. Nee. Yo. Nou, nog 2 minuten en dan komen de serieuze penalties. Ja, overal vol fluiten. Ik heb ook gewoon geen tijd om. Penalties, ja, nou. Ja, dit wordt normaal. Druk maar gewoon. Ja, gewoon. Ja. Ik kan geen penalties nemen, dat is, ik moet met paaltje. Sorry. Doet dat ook? Ja. Ja, lekker! Hoor. Dat heb je dan, denk ik. Oh! Wat is dit dan? Hij zit. Wat jij het is dan? Hoe kan dat dan? Ik klik zo zacht. Ja, ik ken het echt niet. De keeper die.
Is het weer zo'n dag? Nou, laat ik het ook maar proberen. Hier, ja. Ik ken echt niet zonder paaltje. Man. Nou, Denzel, doe het, man. Lekker, Stefano. Ik wist het. Ik hoorde jou drukken. Oh, het is al klaar, joh. Oh. Jongens, winst. Ja, maar met zo'n spel. Spurs United hebben verloren, maar deze hebben gewonnen. Ja, maar met die anabole, denk ik, dan kun je echt gewoon... Echt geweldig. Nou, jullie worden ook bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze leuk. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hieronder op dit kanaal. En dan zien wij jullie volgende week weer. Hoi! Hoi.